Hey, het is vandaag Valentijnsdag. Alleen, we zitten allemaal in lockdown. Dat is nou jammer en ongezellig. Maar om toch iets leuks te beleven, ga ik vandaag jullie een rondleiding geven in Museum Speelklok. Normaal gesproken zouden we hier hele speciale Valentijns rondleidingen hebben. Maar ja, nu vanwege corona is het natuurlijk gesloten. Dus om toch een leuke Valentijnsgroet te krijgen vanuit het museum, hier een kleine Valentijns rondleiding met 3 nummers. Met op het eind nog een speciale gast. Veel kijkplezier, ga lekker achterover zitten, een beetje chillen. Ga ik je lekker vermaken. Kom maar goed. Het eerste instrument dat ik jullie ga laten zien staat hierachter en is een klok uit 1870. Nou, dit ding is echt mindblowing zit het in elkaar. Kijk, je hebt hier zo de klok en daar zo boven de boom. Maar de boom is als het ware een soort van paradijsje. En de maker van deze klok heeft geprobeerd om een illusie te creëren dat er vogeltjes in de boom van tak naar tak springen, terwijl je ook vogelgeluidjes hoort. Alsof je dus midden in een bos staat. Nou, moet je eens voorstellen wat voor bizarre techniek erachter zit. Zeker als je bedenkt dat dit ding 150 jaar oud is. Daarom ook als je zo'n ding in je kamer had staan, nou, dan had je behoorlijke status. En die status, ja, dat is iets wat je best wel kan gebruiken om een beetje vrouwen te versieren. Of mannen, kan natuurlijk ook. Dus veel luisterplezier met deze tamelijk indrukwekkende klok. Het volgende instrument wat we gaan beluisteren, dat is de 70er en dat is dit straatorgel. Ik zal er even omheen lopen om de achterkant te laten zien. Hij heet namelijk de 70er omdat hij precies 70 jaar oud is. Nee, dat is niet waar, dan zou hem elk jaar een nieuwe naam moeten geven. Nee, hij heet de 70er om de volgende reden. Kijk, zo'n orgel, dat werkt met orgelboeken. Dat zijn deze dingen, die stop je erin en dat gaat hij dan lezen. En dat leest hij dan vervolgens met pinnetjes. Die zitten hier. En dit orgel heeft dus precies 70 pinnetjes en zodoende heet hij de 70er. Nou, en ik ben zelf een beetje verliefd op dit instrument, omdat hij zo'n mooie, fijne, warme klank heeft. En omdat hij ook gaat spelen, het nummer, een beetje verliefd. Veel luisterplezier. Van de zoete klanken van een straatorgel gaan we nu naar een heel ander geluid, namelijk van een dansorgel. We zijn hier zo in de danszaal. Wow, met gigantisch grote instrumenten. En ik ga jullie de allergrootste laten zien, namelijk de mortier. Dat is dit ding uit 1927. Nou, dit soort dingen kon je vroeger bijvoorbeeld op kermissen vinden. Daar zetten ze dan een enorme tent voor op en dan kan je je geliefde ontmoeten en lekker romantisch ten dans vragen. Nou, om dat even te demonstreren, dat dansen met een geliefde, heb ik iemand meegenomen, namelijk mijn vriendin. Hallo! Veel luisterplezier!
Dit was alweer de Valentijnsvlog Special Edition. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Misschien wel een beetje mee hebben gedanst of geschuifeld op sommige dansmuziek. In ieder geval een hele fijne Valentijn gewenst. En wie weet, tot ziens in Museum Speelklok, wanneer het weer open is. Houdoe!